Overweeg jij om binnenkort zelfstandige te worden? Voor veel mensen kan dat als een grote stap voelen. Maar gelukkig bestaan er in België een aantal subsidies om startende zelfstandigen een handje te helpen. Zowel op federaal als regionaal niveau. In dit filmpje vertellen we wat je moet weten voordat je de grote stap waagt. Als eerste is er de springplank voor zelfstandigen. Een regeling voor werkzoekenden. De springplank naar zelfstandigen geeft je de kans om het zelfstandige bestaan te ontdekken zonder je werkeloosheidsuitkering te verliezen. Technisch gezien zal de staat je behandelen als een zelfstandige in bijberoep, waardoor je minimum sociale bijdragen een stuk lager liggen. Als je graag meer wilt weten over het statuut van zelfstandigen in bijberoep, dan kun je ons filmpje hierover bekijken. De link staat in de beschrijving. De springplank naar zelfstandigen is een geweldige manier om het zelfstandige bestaan te ontdekken zonder al te veel financieel risico te nemen. Zolang je aan de volgende voorwaarden voldoet, zul je gedurende 12 maanden kunnen gebruikmaken van dit systeem. Je bent inwoner van België, je ontvangt een werkeloosheidsuitkering, je bent geregistreerd als zelfstandige bij de RVA, je mag je job niet hebben opgezegd om gebruik te maken van de springplank, je mag je zelfstandige activiteit niet voltijds hebben uitgevoerd in de afgelopen 6 jaar, je mag geen werknemers hebben en je mag je zelfstandige activiteit niet combineren met een andere artistieke activiteit of job. Wat gebeurt er na 12 maanden? Je kunt ervoor kiezen om je zelfstandige activiteit voor te zetten en zo je werkeloosheidsuitkering te verliezen, of je kunt ervoor kiezen om je zelfstandige activiteit stop te zetten en opnieuw een uitkering te ontvangen. In Brussel bestaat er een soortgelijke premie voor werkzoekenden die graag willen beginnen als zelfstandige. Met de premie voor zelfstandigen kom je in aanmerking voor een degressieve premie die kan oplopen tot €1250 per maand. In Wallonië kun je als startende zelfstandige een airbagfonds ontvangen. Dit fonds kan wel oplopen tot €12.500, verspreid over 2 jaar. Meer informatie hierover vind je in de beschrijving. In Vlaanderen bestaan er premies voor werknemers die ervoor kiezen om later in hun carrière de overstap naar zelfstandige te maken. Zoals je kunt zien, sta je er in België niet alleen voor als je overweegt om de stap naar zelfstandige te maken. Heb je ervoor gekozen om de stap naar het zelfstandige bestaan definitief te wagen? En ben je nog op zoek naar een programma om je boekhouding en belastingen te beheren? Met of zonder boekhouder? Neem dan eens een kijkje op Accountable. Heel veel succes en tot de volgende keer.